Het was een bijzondere dag vandaag natuurlijk. Niet alleen moesten jullie een wedstrijd spelen, maar de bondscoach is weg. Ja. Jij bent international. Voor ons kwam het als een verrassing, van jou? Ja, voor mij eigenlijk ook. We hebben vlak voor het moment dat er een persbericht uitging een mail gekregen. Waarin uitgelegd werd wat er gaande was en wat de conclusie was na verschillende gesprekken bij de KNVB. En eigenlijk kwam het voor mij ook als een totale verrassing, ja. Je had nooit eerder de afgelopen weken aanzien komen van, weet je, misschien door de resultaten of de sfeer in de groep? Nou ja, ik was de laatste trip in ieder geval niet bij en vorige week natuurlijk wel getraind. En eigenlijk heb ik dat niet doorgehad, nee. Ik heb niet het idee gekregen dat er echt een soort van, ja, twee kampen waren of dat. Echt totaal niet. Het was echt, ik las het mailtje ook vanmiddag in de bus en we zaten echt zo in de bus van, hoe kan dit nou, weet je? Dus. Jullie zijn ook niet ingelicht nog? Ja, vlak van tevoren. En dat is echt het besluit geweest van de KNVB. En wat daar allemaal precies gezegd is en wat daar allemaal bij hoort, ik heb geen idee. Nee. Hoe was de reactie in de bus? Ja, vooral. Hoe zeg ik dat? We waren vooral heel erg verrast. Ik denk dat iedereen zat een beetje van, weet je, hoe kan dit? Hoe kan dit zo snel besloten worden? Ik denk dat het niet snel besloten is. Maar wij waren wel verrast door het besluit, ja. Hoe moet het nu verder? Want het EK komt eraan. Er is geen bondscoach nu. Ja, een interim bondscoach. Ja, interim. Ja, Sarina gaat het voor die tijd overnemen. Ik heb echt totaal geen idee. Ik weet eigenlijk net zo lang als jij eigenlijk dat dit aan de hand is. En wat ze gaan doen. Ik weet het niet, we zullen het zien en ik denk dat er binnenkort wel een bericht over uitkomt in de media. Maar tot die tijd moeten we denk ik gewoon wachten, ja. Heb je nog voorkeur voor een bepaald iemand iets? Voorkeur? Nee, ik heb geen voorkeur. Nee, totaal niet. Nee, als het maar een goede trainer is, goede coach. Ik heb geen idee. Zouden naar jullie speelsters geluisterd moeten worden? Ja, volgens mij dat wordt ook gedaan. Er wordt ook naar ons geluisterd. Ik merk dat ik toen ik drie jaar geleden bijkwam, ik denk dat er al wel progressie in zit. Maar in die zin, ik heb geen idee. Ik zit ook niet in de spelersraad. Ik heb daar helemaal geen kijk op. En ook omdat ik de laatste keer er niet bij ben geweest, weet ik gewoon niet veel van dat soort zaken. Nee, precies. Dus of de spelersraad mee mag stemmen? Nee, echt geen idee. Nee, ik weet het echt niet. Wat spannend. Ja, we zullen het zien. Ja, ik ben wel benieuwd. Ik ben ook inderdaad, het is wel een besluit wat in zekere zin effect gaat hebben op veel dingen. Het team, speelsters. En we zullen zien hoe dat opgepakt gaat worden.